uitzonderlijk, want in ons land zien we ons maar zelden dat toneelpoppen, dat is dan die grand woord voor een puppet, uitgestald wordt. Ik heb gisteren bij die uitstelling gaan inloen, soos mens bij die deur inkom, die heel eerste pop, en ik weet die Hansie staan hy nog vandaag daar, is Haastas. Maar ik moet onmiddellijk vir julle sê, toneelpoppe word nie uit cement en klip gemaakt. En dit is, alhoewel soveel van hulle werkelijk kunstwerke is, is dit die kunstwerke wat sommer maar vir ewig en altyd kan hou nie. En in, ek dink was 2011, toe Haastas ons weer so een lewe gekry, ek dink Rian Kruiwagen het seker tyd gehad met die, dat hy nie meer so voltyds groot mens nuus gelees het nie. En hulle sou toe by die KKNK optree, en toe Haastas nou oor die stoor uit gaan krap, want dit natuurlijk is nou ook die ondergang van baie poppe, steeds dat hulle nie behoorlike stoorplek het nie. Toe was hy te verveer, selfs om te restaureer. En Hansie Visagie het toe nuwe Haastas gemaakt, en dit is hom wat julle daar by die deur sal sien. Ek weet nie, onthou, van ons was toen nou al groot mense met Haastas, maar daar was so min op televisie om te sien. Die ure was ons beperk. En dan die een aand was Afrikaans en die een aand was Engels en ek weet net sommer baie gauw dat die vlaggie gewaai en alles was oor. Toen jullie die vlaggie het so aan die einde gewaai. Nou kan jy deernag televisie kyk. So ons het dit ook gekyk. En Laans Haastas in die uitstelling sal jylle vir Piet Muis sien. Nou Piet Muis is destijds die Hansie Visagie gemanipuleer. En in die selfde reikie sal jylle natuurlijk ook van my ander gunstelinge sien, namelijk Benny Boekwurm. En daar jylle nog die liedjie van ou Benny waarmee hy geroep is en dat hy so uit die grond uit gekryk. En Sarel Seemonster, o wat so prachtig rookwolke hier deur sy neus omblaas. Ook wat in, ja, Karel Kraai is ook in die rij, moet nie worry nie, hy het oorleef. Maar jylle weet, met die poppe wat jylle moet sien, wat jylle vanavond gaan sien, onthou, een mens het het gebouw, een volgende mens het het gemanipuleer, en as die pop veronderstel was om een stem te hê, was dit toch een derde een wat vir hom een stem ook gegeef. En oor die jare het groot akteurs, van wie mense dit eintlik nie verwag het nie, het hulle as stemkunstenaars opgetree. En ek weet, iewers op die woordfeest, miskien Petrus kan jy vir my gou die precieze besonderhede gee, is daar een gesprek met van daardie akteurs, ne? Donderdag? En waar vind dit plaas? In die boekentent. En ek weet dat Karel Trigaard speciaal vir die geleentheid afkom, wat my by een van my gunsteling poppe bring. Knersis. Karel Trigaard was Knersis se stem, maar stem is nou een ding om aan een pop lewe te gee, maar ek self glo, en die meeste poppespelers, die oortuigendste ding wat in een pop sy verbeelde lewe gee, is sy beweging. En Knersis is toe gemanipuleer deur, want hy het mos twee manipuleerders nodig. En dit is nou waar een huwelikspaar so'n goeie ding is. En hy is gemanipuleer deur Hansie en Tia Visagie. Van die poppe wat julle gaan sien, baie van hulle is televisie karakters, maar van hulle is natuurlijk ook poppe wat uit gewone lewendige vertonings uitkom. Ja, ek wil julle onmiddellik troos en sê, liewe Heksie is daar. Maar, liewe Heksie is
En ongelukkig ging hulle, sal nou verstaan hoe kom ek sê ongelukkig, destijds uit latex uitgemaak. Nou latex is een wonderlijke ding om maskers en vals neuse en sulke dinge mee te maak. Maar omdat het een rubber is, kan het nie heeltemal die toets van die tyd weerstaan nie. En toe die poppe uitgehaal word, toe is hulle heeltemal verskrompeld. Hansie Versaakje beskryf dit as, liewe heksie het soos een kurkprop gelyk. En Hansie Versaakje het op hom geneem en hy het van die karakters gerestoreer. Maar jy gaan met fyn kyk om liewe heksie en haar span raak te sien. Want vir my die verrassende ding toe ek hulle lewende lywe gesien het, is hoe klein hulle in werklikheid is. En onthou nou, hoe kleiner een pop is, hoe moeiliker is het eintlik om hom te manipuleer. Want as jy nou hier die bewerasie kry, dan is het een vreselike geskit aan die pop. So die geringste beweging die, met so'n klein poppie, en dit is een beweging wat jy dan optel as een beweging van die pop. Hier is op die uitstelling nie vreselike groot poppe nie, want daar is nooit op televisie, sover ek weet, werkelijk groot poppe gebruik nie. Wat die poptypes betref wat julle gaan sien, baie van hulle is marionette, dit is nou die string puppets, die touwtjies poppe, maar een groot hoeveelheid van hulle is staafpoppe. Nou, een staafpop is, in Engels word het genoem rat puppet, is eintlik my gunsteling, want dit is een pop wat waaraan daar een geweldige verskeidenheid gekoppel kan word. Haas Das bijvoorbeeld, moet julle nou fijn bekyk, hy is een kombinatie van een hand en een staafpop. Jy steek jou hand in hom in om sy mond te manipuleer, so die gewig van die pop hang dan ook aan jou arm, maar sy pote, onthou julle hoe hy so met hulle so gesit, dat hulle so geskuif, die word wel met stawe gemanipuleer. So die staafpoppe wat julle daar sien, verteenwoordig, denk ek, werkelijk die verskeidenheid van constructiemethodes wat een mens vir staafpoppe kan kry. Televisie het, onthou mense, ek sit nie al dag, heel dag voor televisie nie, het, sover ek kan onthou, nog nie skariepoppe gebruik nie. As dit was, moes het baie vlugtig gewees het en het dit by my verby gegaan. Aanvankelijk wou die mense natuurlijk, die SABC, wou hulle hee dat het poppe wees waarvan jy niks van die mechanismes kon sien nie. En dit is ook hoekom nou aanvankelijk die marionette gebruik is nie. Want die touwtjies wat vir my so bekoring inhou, was sigbaar op camera. En dit is waarom daar in so'n groot mate toe van staafpoppe gebruik gemaakt is. Later wel het hulle van marionette gebruik gemaakt. So, hierdie is werkelijk, denk ek, een van die uitsonderlijke dinge wat die woordfeest vir jaar vir ons aanbied. Ons is ook gelukkig om van die name wat ek hier genoem het, soos Renette, sy en Hansie, as mens hulle dophou, hulle is vir jou soos die identiese tweeling, hulle ken mekaar sy lyftaal en hulle hoef nie veel te sê nie. Hulle is albei hier en ek hoop daarom nou al dat Hansie sy wederhelft, Thea, daarom al hier opgedaag het. En ja, dames en heren, al wat ek kan sê, toneelpop is een wonderlijke ding en dan wil hulle altyd by een mens weet, nou, wat het jou laat besluit om een poppenspeler te word? Kijk, as mens nou vir een kind vraag, hoekom wil jy een dokter word? Dan sê kind vir jou, dan ek wil graag siek mense gezond maak. Dit klink vreselik edel. Hoe wil jy onderwijsres word? Dan ek wil die kinders leer. Ek wacht nou vir die dag wat iemand vir een kind vraag, en wat wil jy word? En as hy te sê die kind, een tandarts. Hoekom wil jy een tandarts word? Want ek wil die mense sy honde rondkrap. So, dit is moeilik om te sê wat precies altyd ons fascinatie met poppe is.
Ek dink op die ou einde, die gemene deler wat ons allemaal het, wat daarvoor lief is, is die feit dat jy van fantasie realiteit maak en van realiteit fantasie kan maak. Maar vanavond is een groot klomp van die bekende televisieacteurs is hulle werkelijk hier en ek hoop dat julle die realiteit gaan geniet om julle vriende van ouds weer te ontmoet. Baie dankie.